Oh, ik ben alweer 1 minuut over tijd. Allemaal complimenten, nou, wat lief, dank jullie wel. We gaan beginnen. Het is alweer even geleden. We gaan natuurlijk een hele leuke jurk maken. En ik was dus alvast even aan het shoppen deze week. En wij maken dit tijdschrift natuurlijk. Het moet allemaal naar de drukker en de hele reuter beteut. Oh, kijk, nu hoor je misschien een beetje een bol. Maar wat ik wou zeggen is. Dit heeft natuurlijk al. Dit tijdschrift wordt. Zeker een half jaar bijna van tevoren. Zijn we hier al bezig met alles ontwerpen. En nu was ik dus aan het shoppen deze week. En ik vond toch overal deze jurk, hè. Ik maakte niet uit waar ik keek. Of ik nou bij de Zara keek, bij de Arquette, bij de H&M. Noem het maar op. Ik vond hem overal. Dus blijkbaar hebben we het goed gedaan met deze jurk. En ik denk dan ook dat het daarom een must-have is voor jou in je kast deze zomer. En als je zoiets hebt van, ik weet niet hoe het eruit ziet, het is zo'n grote jurk. Ze gaan vast en zeker meer mensen hebben die meer mensen zijn die deze jurk krijgen. Dus vandaar, als je misschien vandaag niet meenaait, dan kan ik je verzekeren. Aan het eind van de zomer heb jij hem ook gewoon in je kast hangen. Oh, nou, Rianne, beterschap. Ik hoop dat het dat je snel een beetje opknapt. Maar leuk dat je erbij bent. En nou ja, heb je weer iets te doen, toch? Want alleen in bed liggen is ook zo wat. En op een gegeven moment heb je Netflix ook wel uitgekeken. Of Videoland of noem maar op. We gaan gewoon beginnen. We hebben de jurk. In het tijdschrift zie je met hele leuke sierbandjes. Gewoon een touwtje of een leuk lintje. Sorry. Maar het leuke is dat je hem ook gewoon met een dun bandje kan maken uit stof zelf. Dus, nou, helemaal top. We gaan beginnen bij stap 1 natuurlijk. En we hebben het hele patroon uitgeknipt. Ik weet niet of je de jurk of de top maakt. Maar dat maakt in principe niet uit, want elke stap is helemaal hetzelfde. Ik las een opmerking van iemand die zei dat ze wat voller was. En dat ze niet wist of dit model wel een mooi model was voor haar figuur. Vergeet nooit dat het hartstikke leuk is om. Je kan natuurlijk die touwtjes hier door het tunneltje doen als bandjes. Maar je kan ook een heel leuk touwtje in je taille doen om het net even wat te accentueren. En je gewoon net iets mooier, iets meer focus op die taille te brengen. Wat natuurlijk super leuk is. Dat wilde ik even gezegd hebben. Naast het patroon wat je moest verlengen, heb je natuurlijk ook nog een biesje voor het armschat nodig. En we hadden nog die hele. Wanneer je geen gebruik maakt van een touwtje, hadden we ook nog zo'n heel zo'n bandje nodig. Voor door de tunnel heen te maken. Ik ga het je allemaal laten zien. We beginnen bij het begin. En dat is eventjes alle knipjes zetten op de patronen. Het leuke aan dit model, en misschien dan ook wel het makkelijke, was dat je hetzelfde voorpand als het achterpand hebt. Nou, dan hoeven we allemaal niet zoveel na te denken tijdens het knippen. Dat is natuurlijk helemaal top. We pakken ons schaartje. Ik heb nu mijn voorpad en mijn achterpad ook gewoon. Ja, ik ben dan heel makkelijk. Wat ik altijd doe is ik strijk even die stof. En dan heb ik een hele lange lap aan de stofvouw. En dan vouw ik die nog een keer dubbel. En speld ik mijn patroon erop. En dan hoef ik eigenlijk maar 1 keer te knippen. En dan heb ik en mijn voorpand en mijn achterpand. Dus dat is helemaal goed. Nou, ik zie nog steeds dat iemand een poging waagt om te spammen. Ja, precies, Monique. Of je maakt het op. Dat is natuurlijk ook een optie. Ik ga nog 1 keer even vragen. Nou, het komt vanzelf wel. Ik ga de knipjes zetten. Klik niet op de link, want ik vertrouw niet veel van die link. Ik ga proberen. Nee, ik kan dat niet, want ik moet jullie begeleiden. Ik hoop dat zo meteen iemand eventjes deze persoon kan blokkeren. Dus dat komt wel goed. Oké, hier gaan we. De knipjes. We gaan nog even checken natuurlijk van tevoren hoeveel natoeslag we overal hebben aangetekend. Jullie zien dat misschien. Jawel, jullie zien het nu goed genoeg. Aan de bovenrand heb ik dus 2 centimeter. Aan het armschat heb ik 1 centimeter. En de zijnaad 1 centimeter. En de zoom heb ik iets extra's gegeven. Dan pak ik mijn schaartje. En ga ik kleine knipjes zetten bij de knipjes.
Dus, ik geef ook altijd even een knipje waar de na-toeslag verandert. Dat is in dit geval bij de tunnel, de hals. Ik zit even na te denken. Ja, klopt. Maar in dit... Dan staat inderdaad, als je een printje hebt, staat het op zijn kop. Maar in dit geval, bij dit printje, heb ik het gecheckt. En het maakt niks uit of ik hem boven of onder deed. Want het printje heeft bloemen naar boven en naar beneden. Dus het is inderdaad, als jij een plat binding hebt, en dat wil zeggen dat je... Oh, ik ben bazi. Oh, nog steeds. Als je een platbinding hebt, dat wil zeggen dat je één ketting hebt en een inslag. Dat is de manier waarop de stof geweven wordt. Dan maakt het niet uit. Dan heb je en geen goede en geen slechte kant. En geen bovenkant en geen onderkant. Dus dat, daar moet je inderdaad wel eventjes rekening mee houden. Maar ja, ik denk altijd, hop, ga met die banaan. En in dit geval heeft het goed uitgepakt, laat ik het zo zeggen. Maar scherp, Sonja. Ik heb alle knipjes gezet. Ik ga nu eventjes de speldjes eraf halen. Zo. En nou ja, we gaan gewoon beginnen bij het begin. We gaan dus de panden 1... op elkaar stikken. En dat wil natuurlijk zeggen dat we die hele lap open gaan vouwen en met de goede kanten op elkaar gaan spelden. Blijf ik bij iedereen hangen, want ik heb nu net een nieuwe functie gezien in... Oh. Dat ik kan kijken wat de kwaliteit is en mijn streamingsfrequentie. En bij mij staat er dat hij het goed zou moeten doen. Qua snelheid. Dus dat hij steady is. Blijf ik bij meer mensen hangen, want anders zou het ook eventueel aan de wifi thuis kunnen liggen. En dan adviseer ik om gewoon eventjes de router te resetten. En dan zou hij even opnieuw op moeten starten en dan doet hij het waarschijnlijk weer. En je kunt mij natuurlijk ook terugspoelen. Ik heb ook expres weer, net als de vorige keer heeft dat ook zo goed geholpen, heb ik de resolutie wat lager gezet. Dus de kwaliteit van het streamen. Waardoor het natuurlijk een minder zwaar bestand is wat helemaal geüpload moet worden naar het internet. Dus dan zou het allemaal net wat beter en wat makkelijker moeten gaan. Nou... Even kijken. Ja, het kan natuurlijk zijn dat je thuis net wat zwakker wifi-signaal hebt. En dat misschien net iemand anders op de bank een Netflix-serie start. Ik kan ook zo schelden als mijn vriend dat doet. Dan is die internetverbinding opeens weer helemaal niet oké. Maar goed, we gaan de panden op elkaar zetten. En... Kijk, in dit geval bij mij is dat heel makkelijk. Het voelt als een heel gewaad. Dus zorg even dat je wel genoeg ruimte hebt. Zorg eventueel als je te weinig ruimte hebt en je stof gaat een beetje van tafel af, dat je iets zwaars oplegt. Kijk, de ene heeft een plakbandhouder, de ander hier een magneten speldenkussen. Maar kijk eventjes waar je het, hoe je het kan netjes op de tafel gelegd kan houden. Op de tafel kan houden, wil ik zeggen. Nou, je spelt dus nu de zijnaden op elkaar. Ik lok niet af de panden. Mocht jij nu gewoon de simpelweg, omdat we daar natuurlijk niet alle tijd voor hebben. Ik in ieder geval niet. Wil je wel je pandjes aflokken, dan kan dat gewoon. Dan kun je dat van tevoren even doen. Je kan ook zeggen, nou weet je wat, op het moment dat die zijnaden gestikt zijn, ras ik ze even samen door de lok heen. Of doe je er een zigzagje overheen. Dat kan allemaal. Zorg dat de knipjes van de panden op elkaar zitten en vervolgens uh,
speld je gewoon de zijnaden op elkaar. Ik speld zowel de linker als de rechter zijnaad op elkaar. En dit doe ik gewoon zodat het natuurlijk fijn is dat ik zoveel mogelijk dezelfde handelingen achter elkaar kan doen. Oh, nou. In België is er goed ontvangst. Dus dan moet het goed komen. We hebben ook wel eens een dame vanuit Spanje, volgens mij, als ik het me goed herinner. Ik weet niet of ze er vandaag bij is, maar... Sorry, ik ben weer aan het praten en weg tegelijk. Af en toe val ik dan even stil. Zo wennen! Ik moest laatst iets opnemen. En ik ben zo gewend eigenlijk... Ja, dat klinkt heel slecht. Ik ben zo gewend om jullie eigenlijk gewoon een aantal uur bezig te houden en de tijd lekker vol te kletsen. Dat ik ook zo, als ik dan echt concreet iets moet vertellen, dan zit er echt zo'n hoop onzin bij, dat ik ook denk, Lot, kom op. Dus, en dat zou toch frappant zijn dat ik nu af en toe even niet meer weet te zeggen. En als het moet, dan zit er een hele hoop onzin tussen. Nou ja, maakt niet uit. Nou. Foekje, is Fokje er ook? Of heb ik dat gewoon even niet voorbij zien komen? Kan hoor. Ik hou het er soms ook wel een manier bij. Je moet natuurlijk ook werken en wil ik dat schermpje ook af en toe zien. Dus het wil altijd zo naar dat helemaal schuin naar voren te kijken. Want daar ligt natuurlijk mijn laptop. Ondertussen ben ik alweer de andere kant aan het spelden. Oh, nou Rianne, super fijn. Je hebt niks gemist. Ik ben nog steeds aan het spelden, dus... Dat gaat helemaal goed. Kijk even weer of de clipjes op elkaar zijn. Nou, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar mijn de hoofdredactrice, of adjunct hoofdredactrice, Angelique. Die is ook lekker aan het filmen geslagen. En die heeft dus heel veel leuke stylingtipjes voor jullie opgenomen. Dus niet alleen, maar ook hoe je dingetjes maakt en hoe je wat het beste kunt dragen. Dus het is echt wel, er komen heel veel leuke filmpjes aan ook. En dat is natuurlijk super leuk, want, nou luister, ik denk dat jullie dat ook hebben. Het is gewoon een stuk makkelijker af en toe om gewoon zo'n filmpje te bekijken dan... Dan het soms zegt een beeld zoveel meer dan woorden. En dat is natuurlijk het leuke. Dat we nu steeds meer gebruik proberen te maken. Om die dingen te combineren. Dus beeld en tekst. En ik ben natuurlijk ook benieuwd of alleen beeld goed zou zijn. Of dat, dat is natuurlijk ook een ding. Soms als je iets ziet is het opeens duidelijk. Dus... Ik ben ook, dat is gewoon niks dat er iets mee gedaan wordt, maar ik ben ook heel nieuwsgierig naar of jullie eruit zouden kunnen komen zonder tekst, met alleen maar beeld. Ja, klopt. Thelma heb ik gedaan. Ik heb het patroon tegen de stofvouw. Ik weet niet hoe die hierin staat. Oh ja, zo. Waarom? Kan ik je vertellen. Wij gaan altijd uit van de breedste stofvouw. Hoe zeg je dat? Van de breedste, grootste maat. Sorry, de grootste maat. En ik denk dus... ik weet eigenlijk niet zeker. Dat durf ik eigenlijk niet helemaal zeker met zekerheid te zeggen. Maar ik weet dus niet of de grootste maat, hoe dat zit met de afmetingen op de stof. Ik durf niet te zeggen. Wat natuurlijk ook is, is dat op het moment dat zo'n tijdschrift gemaakt wordt, zitten we daar met ontzettend veel mensen aan. Je hebt natuurlijk iemand die een ontwerp aflevert. We hebben een heel gezellig naaiatelier in Limburg. Volgens mij in Limburg. Ja, Limburg. Ik moet even denken. Weert is Limburg.
die voor ons de patronen maakt, alles in elkaar stikt, de modellen maakt. Wij zoeken dan weer de stof uit en dat gaat allemaal gepaard. Dat is een heel proces. Maar naast het feit dat we natuurlijk een patroon moeten hebben, moeten we ook nog eens alle informatie aan jullie kunnen geven in het tijdschrift en online. Dus er gaan ontzettend veel stappen aan vooraf voordat zo'n model eigenlijk helemaal af is van A tot Z in het tijdschrift, in het echt en online. Dus eigenlijk is dat superleuk om te weten hoeveel mensen eigenlijk aan het pas komen om om het uiteindelijke model in elkaar te hebben. Dus, en waarom zei ik het ook alweer? Oh, weet ik al niet meer. Oh ja, dit was het. Dat is ook, zo'n stofinleg wordt ook weer gemaakt door iemand. En dat is alweer, omdat we met heel veel verschillende afdelingen werken, is het altijd even puzzelen natuurlijk. Met wat het voordeligste is. En ik moet zeggen, ook al, kijk, voor de ene is het wel logisch, voor de ander niet. Maar ondanks dat we allemaal anders zijn, moet ik eerlijk toegeven dat op een of andere manier wat er staat weergegeven altijd wel klopt. Of in ieder geval een logische redenatie heeft, zo moet ik het zeggen. Dus ik durf niet te zeggen waarom nu de tekening het patroondeel opengelegd is. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik weet wel dat er een hele goede reden voor is. Want anders had hij inderdaad op de stofvouw gelegen. Ik ga ondertussen alweer stikken. Ik heb een dun stofje. En wat ook fijn om te weten is dat ik dan een dunnere naald gebruik. Ik heb bewust een donkerblauwe garen gepakt. Zodat jullie goed kunnen zien, hoop ik. En nog iets. Mocht jouw stof een beetje ophopen in het begin, dan kun je natuurlijk papiertje ertussen leggen. Ik ga even een grotere steekgrootte doen. En ik ga gewoon de zijnaden op 1 centimeter stikken. Ja, klopt. Soms is het wel verdediger. Klopt. Maar het is natuurlijk afhankelijk van je stofbreedte. En wat wij dus doen, wij gaan altijd bij de stofinleg uit van de grootste maat. Zodat we zeker, kijk, want anders moeten we voor elke maat. Dus dat is van maat, moet ik goed zeggen, S tot en met 3 keer XL. Zeg ik dat goed? Ja. Dat is S, M, L, XL, XXL, XXL. Moeten we 6 stofinleggen gaan maken. En zoveel ruimte hebben we helaas niet. Dus meestal kiezen wij daarom ook echt alleen voor de grootste maat met de stofinleg. En het is natuurlijk zelf hartstikke leuk om een beetje te puzzelen. Tenminste, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben stofeigenwijs. En ik ben echt zo iemand die het nooit op de manier van de stofinleg legt. En ik weet niet waarom, maar ik probeer zoveel mogelijk aan die stofvouw te knippen. Dus ik doe er ook altijd alles aan om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En ja, dat doe ik meestal. Maar ik denk ook dat het goed is om zo te kijken natuurlijk buiten het feit dat het gaat om dat je minder stof hoeft te kopen, misschien wel. Is het ook altijd fijn dat je weet dat je nog stof overhoudt. Of ik adviseer ook. Oh, ik heb een schaartje uitstaan, sorry. Ik adviseer ook gewoon om altijd even te checken wanneer je het patroon hebt uitgeknipt. Om eventjes te controleren hoeveel stof je nodig hebt. Misschien heb je nog thuis wel een lapje stof. Of heb je. Je kan het natuurlijk ook als jouw tafel 70 centimeter breed is. Dan kun je natuurlijk ook eventjes je patroondelen zo opleggen om te kijken of je veel ruimte overhoudt en hoe dan. En dus ik denk wel dat het. Wat zit ik nou allemaal te doen? Oh. Ik denk wel dat het uiteindelijk
dat het goed is om zelf ook zo een beetje te puzzelen en te stoeien. Creëert ook inzicht natuurlijk, hè? Oh, ik zie een vraag. Die filmpjes over hoe je kleding kunt oppimpen, die staan niet alleen, die staan in het tijdschrift en die staan ook op ons YouTube-kanaal. En nog een tip, nu voel ik me echt een reclamemaker. Maar je kunt abonneren en volgens mij krijg je dan een melding of iets of een pop-up wanneer er een nieuw filmpje gepost is. Dan hoef je niet elke dag te wachten tot jij even en te refreshen. Maar dan kun jij gewoon een melding krijgen wanneer er weer een nieuw filmpje geplaatst wordt. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk en fijn. Ik weet helemaal niet. Maar ja, soms moet ik eventjes scrollen, want ik weet niet of de opmerkingen meegaan. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Ik ben bijna klaar met de zijnaad. Ik zal alvast even het strijkijzer aanzetten, warm laten worden. Zodat ik ga in ieder geval de naad wel eventjes openstrijken. Misschien is dan dit het moment, wil je blokken, dat je even de zijnaad lokt. Ik vraag me af of veel mensen de jurk maken. Of dat jullie misschien wel de top maken. Oh, nou Claudia, dat is een hele goeie. Dat filmpje van het shirt, dat is gemaakt door Eigen Huis en Tuin. Dus ik durf niet te zeggen of wij dat zomaar kunnen posten op ons YouTube kanaal. Dat durf ik niet te zeggen. Maar anders kan ik altijd nog eens vragen of ze misschien nog een keertje iets met dat filmpje, of we dat kunnen opnemen. Of iets dat we het zelf nog een keer erop kunnen zetten. Ik zie er morgen, dus ik ga het vragen. Wel natuurlijk super leuk en ook heel relevant, want je ziet het steeds meer natuurlijk. Je kunt ze overal kopen, hè, die t-shirtjes met die schoudervullingen. Maar eigenlijk is het gewoon piece of cake om het gewoon even zelf te doen. Want je kan gewoon naar een, ik mag het niet zeggen, want ik mag geen reclame maken. Maar je kunt natuurlijk naar een winkel gaan waar zo'n basic t-shirtje 5 euro kost. En dan kun je gewoon zelf die schoudervullingen erin zetten. Nou, ik weet niet, ik denk dat ik er nu half... Oh nee, ik sta er nog op. Ik ga mijn naadjes openstrijken. Het is zo'n grote jurk. Valse vouwen kan ik er toch niet in strijken, zou je zeggen. Ik mag niks zeggen, maar het is een 5.2. Hij is al wel, ik weet niet hoe oud. Deze is nu denk ik, voor een faf is het natuurlijk nog een broekie. Zit nog in de luiers, voor naaimachines. Maar deze is, toevallig heb ik van de week het bonnetje opgevraagd. En ik dacht dat dit 2017 dit model was. Ik weet niet of er ondertussen al een nieuw model is. Dat durf ik niet te zeggen. Oh, nou Annette, het is toch een super goeie. Je kan deze heel makkelijk tot je schenen maken. Perfect. Ook makkelijk natuurlijk. Als je veel moet zitten met zo'n jurk, is het hartstikke fijn dat niet alles helemaal eronder bij je... Ik dacht even dat strijkijzer ging vallen. Maar het is hartstikke fijn dat hij dan net inderdaad iets korter is.
Ik zou hem gewoon, je kunt jezelf natuurlijk even opmeten. Ik denk ook wel dat het gewoon hartstikke leuk staat, die lengte. En weet je, hij kan altijd nog korter, hè? Maar je kunt hem niet meer langer maken. Dus wat dat betreft is het een goed idee. Ik Monique? Oh, dat vind ik heel lief. Nou, weet ik niet. Ik durf niet te zeggen. Laten we zeggen dat ik geen 3 dagen per week meer chips eet. Dus ik leef wel gezonder. Maar ik heb zwart aan en het kleed af. Dus en er zit een schoudervullinkje in. Dat doet ook altijd goed, zo'n schoudervullinkje. En dan zit het bij mijn taille wat strakker. Nou, en het doet wonderen. En vooral het zwarte. Nou, Lena, ik zal je vertellen. Deze naaimachine heb ik natuurlijk... ik weet niet, ik heb dat wel eens verteld, denk ik. Maar ik weet niet of je... Deze naaimachine heb ik dus ooit met mijn vader voor mijn moeder gekocht voor de verjaardag. In 2017. Nou, ze is in 2018 jarig. Maar het was toen net... toen hebben mijn vader en ik deze gekocht. Nou, laten we zeggen... Ik heb hem uitgezocht en... mijn vader heeft hem afgerekend. En mijn zus was het natuurlijk helemaal mee eens. Want dan kon mijn moeder weer iets moois voor haar maken met een nieuwe machine. Ik denk dat ze misschien 4 keer op deze machine heeft gewerkt. Want ook zij heeft een machine die maar niet kapot wil gaan. Dus het is gewoon echt... Ze zwicht en ze wilde echt een nieuwe hoor. Echt een nieuwe. Jarenlang al gezegd. Nu moet ik zeggen, deze machine is wel heel digitaal. Eigenlijk hoef je vrij weinig meer zelf te doen. Je hoeft theoretisch gezien zelfs niet gas te geven, want ook dat kan de machine zelf. Dus ideaal voor als jij een lange gordijn of iets dergelijks moet stikken. Dan kun je gewoon op play drukken en dan blijft die maar gaan. Maar ja, ook haar machine wil dus niet kapot. Nou, mijn plankje. Dan ben ik wel alles kwijt. Nou, ik heb alles mooi opengestreken. En ik heb een vermoeden dat we nu het biesje gaan maken. Ja, dat klopt. Ik leg het even open. En ik ga dan even switchen van camera. Oké, nou, ik hoop dat jullie het allemaal een beetje kunnen zien. Oh, jullie zien ook mijn benen. Zo. We hebben dat biesje. Oh. Die 2 kleintjes. Ja, en die hebben we natuurlijk op de juiste lengte afgeknipt. Zo. Ja, dit gaat goed. Nou, wat we nu dus gaan doen... Eigenlijk heel makkelijk. We gaan dat biesje gewoon eerst even dubbelspelden. Dus nu het strijkijzer nog warm is, kunnen we natuurlijk ook heel makkelijk dubbel vouwen. Zo. Dus laten we dat maar gelijk even doen. Het kan maar gedaan zijn. Oh. Oh, ik moet even een beetje verschuiven. Nou, ik denk als je hem iets korter maakt, dat het wel meevalt met dat, of het breed is of niet. Ik vind het persoonlijk altijd best wel mooi dat je nog iets van been ook ziet eronder. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt. En je rimpelt het natuurlijk ook aan, hè? Dus hij loopt gewoon heel mooi uit. Niet zo handig voor. Maar goed, dat zien jullie toch niet. Jullie zien alleen de strijkbout en de biesje. Zo. Ik strijk hem dan terug. Draai hem even om. Hop, gaan we nog een keer overheen. Zo. Dat was 1. Nu de andere ook nog even.
Omdat ik hem natuurlijk schuin van draad heb geknipt, het biesje. En heeft hij echt wel wat rek. Voel het gelijk. Nou, hier zit. Ja, de afwerking kun je ook bij een niet stretchende stof. Ik heb namelijk ook het, ook bij een niet stretchbare stof, of stretchende stof, is die in de diagonaal, schuin van, op de schuin van draad, heeft die rek. Klinkt heel raar. Oh, ik dacht die Armenius, ik dacht die heeft het over de Kardashians. Sorry, slecht. Maar, oké. Nou, ik ga eventjes met de camera een beetje spelen. Zodat ik jullie iets beter zien hoor. Ik weet niet, ga ik de goede kant op? Ik heb geen flauw idee. Oh, ongeveer wel. Ik zal nog een beetje inzoomen. Kijk. We komen er wel. Nog één tandje erbij. Ja hoor, kijk. Helemaal rise and shining. Nou, ik heb hier mijn biesjes. Oh, het voelt een beetje alsof de een groter is dan de ander. Had niet zo moeten zijn. Dan knippen we er zo weer een stukje af. En dan gaan we naar het armschat. En dat is dit. Het ziet er heel raar uit, omdat het natuurlijk een hele vorm is die we normaal niet gewend zijn zo. Maar als je ook zo in je dingen kijkt, sorry, in het tijdschrift zelf. Zo. Dan zie je ook dat hij zo ligt. Ik moet hem nu even kort staan draaien voor het idee. Dus dit is je armschat. Oh, sorry, dat zien jullie niet. Dit is je armschat. Nou, het is belangrijk dat we, zoals je ziet, op de goede kant spelden, dus we draaien hem even om. En wat je dan doet is, we weten dat het patroon symmetrisch is, dus ik vouw hem altijd even dubbel. Wat ik zelf fijn vind, is dat ik dan ook hier begin. Op het midden. Zodat ik zeker weet, dat niet dat ik begin met spelden en dat vervolgens links veel... veel korter is dan rechts. En dat natuurlijk niet hebben. Ik begin bij het begin. Dan ga ik naar het uiteinde spelden. En omdat die schuin van draad is geknipt, ga je merken dat hij wel lekker wat speling heeft. Door die heel mooi eromheen valt. Ja, ik zou zeker naad aanknippen. Bij de armbiesjes. Ik ga natuurlijk zo meteen op 1 centimeter stikken. Zo, dat is één kant. Kijk, en nu ga ik ook weer voor de andere kant. Ik ga eerst het uiteinde spelen. Ik hoop dat jullie het goed zien. Want ik zit er natuurlijk gigantisch met mijn armen misschien wel voor. Of mijn hoofd. Kan ook. Geen commentaar, dus het zal goed zijn. Ook dit ga ik dan weer netjes vastspelen. En ook hier geldt weer in het midden van het midden van het midden. Ja, zo werk ik nou eenmaal. Ik vind het heel fijn om zo te spelen, zodat ik altijd zeker weet dat ik de ruimte goed verdeeld heb. Zo. Nou, dat is één kant gespeld. Ik doe ook gelijk die andere kant, want het kan maar gedaan zijn. Oh, jawel Sylvia, de goede kant op elkaar. Want we spelden dus eerst naar de buitenkant. En dan stikken we op een centimeter, dan slaan we hem helemaal naar binnen. En dan stikken we hem nog een keertje door. En dan, ja, het komt heel mooi, stap voor stap. We beginnen in ieder geval met het bandje op de goede kant van de stof te spelden. Nou, dat is één. Die andere doen we ook gelijk eventjes.
flinke draad. Kocht hem met hem weer naar. Pak weer een biesje. Doe hem eventjes de helft. Zo. Een speldje daar. Nou. Dat ook hier. Zo, het is het midden. En dan ga ik naar de kop. Oh, flink speld. En dit kan dus nu, nogmaals, omdat ik weet dat mijn voor- en mijn achterpand gelijk zijn. Hè? Anders weet je natuurlijk nooit zeker of het midden van jouw biesje ook het midden van jouw pand is. Dus dat die naden op elkaar aansluit. Het midden van je biesje op de zijnaad. Normaal zit er namelijk wel een verschil in het armschat voor en achter. Kijk, dat is ook weer gespeld. Hoppatee. Ik heb allemaal zo'n idee dat het zo snel is. Dat vanavond, daar kan er niks aan doen. Dus ja. Nou, kijk, check. We gaan het nu op, ik ga even een slokje drinken. En we gaan daarna op 1 centimeter van de kant stikken. Dus je stikt gewoon een bandje erop. Gas. Nou, we gaan maar even zitten. We gaan nog voorzitten. Hoppa. Daar zijn we weer. Even afhechten natuurlijk. En dan gaan we de andere kant doen. En dat doen we op precies dezelfde manier. Ja. Eventjes weer. Zo. Nou. Dat bandje is dus nu gestikt. Waar ben je bandje? Op de andere kant. Denk ik. Ja, hier zijn we. En wat we nu gaan doen... is we gaan hem dus vaststikken aan de binnenkant. Nu heb ik dus net niet zo heel netjes gestikt.
Dus ik ga eventjes iets bijknippen. Dat ga ik niet van dichtbij laten zien. Even van veraf. Want anders komt namelijk zo meteen een heel lelijk stukje naad onderuit. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Nou, doe ik dat goed? Ja. Ik heb namelijk mijn biesje, naar wat ik zag, te smal geknipt. Ik heb hem niet precies 2 centimeter. Want omdat we hem zo meteen gaan omklappen, zou theoretisch gezien die naad heel netjes achter ons gevouwen biesje moeten vallen. Maar omdat bij mij die naad veel breder is, valt het helemaal niet zo mooi. Maar goed, we gaan dat gewoon even goed fabriceren. Dat het lijkt alsof het allemaal goed is. Zo, nou, daar zijn we weer van de pijp. Wat we nu gaan doen, is we beginnen met veetjes knippen. En dat zie je ook heel duidelijk op het plaatje. En dat doen we zodat wanneer het biesje straks helemaal omgevouwen wordt, dat die extra mooi valt. Die veetjes knip je tot net iets voor het stiksel, een paar millimeter. En dat doe je dus in de gehele. Mogelijk voor. Als je de veetjes hebt geknipt, dan kun je eventjes, dit vind ik zelf altijd heel fijn, eventjes langs het randje strijken. Dus niet zozeer op de bies, maar eventjes langs het randje. Zo. En de volgende stap is dat we de bies smal op de kant doorstikken. Dus dat is, maar dat doen we dus om die naad vast te zetten. Dus ik ga even kijken of ik kan inzoomen en of jullie dat ook goed zien dan. Probeer het. Oh ja, dit is het scherpste wat ik kan krijgen is dit. Maar ik denk dat het groot genoeg is. Dus je gaat smal op de kant stikken. En dat wil zeggen dat je hier op het biesje stikt. En dat je die naad eraan vaststikt. Dus je legt hem onder de machine. En ik pak even een pen. Dan ga ik hem gewoon overheen schrijven. Dat doe ik niet. Maar je gaat hier stikken. Zo. Nou, ik heb hier zitten. Stikken, dat doe je natuurlijk ook bij de andere kant. En dit herken je misschien van als je een belegje stikt of iets dergelijks. Stik je me ook eventjes vast, zodat hij mooi blijft zitten. Thank you.
smal op de kant gestikt en aan de achterkant zie je dat extra goed. Zo. En wat ik nu ga doen is, ik ga het biesje dus naar binnen strijken. En wat het fijne is, is omdat we net allemaal al die stappen zo goed hebben gedaan. Ik hoop dat ik het nu een beetje goed kan laten zien. Maar wanneer je dit dus echt op die vouwlijn naar binnen strijkt, dan zie je echt gewoon dat het prachtig afgewerkt is. Kijk, mocht je nou net als ik net niet zo super netjes hebben gewerkt. En zie je dat er nog een beetje, kijk hier een beetje naad onderdoor komt. Dan doen we natuurlijk dit er gewoon even af. Kijk zo, hop, chop. En beetje zo. Waar komt dat extra randje van de bies vandaan? Welk extra randje bedoel je? Ja, je hebt best wel wat laagjes in totaal. Dat is een goede opmerking. Je hebt dan je naad. Kijk wel. 1, 2, stof heb je dubbel. 3, 4. Je hebt 5 laagjes totaal. Maar goed, als jij een dunne kwaliteit stof hebt, dan maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Kijk, dan speld je deze weer. En dan ga je hem smal op de kant van de vouw vaststikken. Oh. Nou, die komt ervan omdat je belegt je erop. Ik ga het je even. Wij zijn ook met de andere hebben ook nog niet, dus het komt goed. Ik ga het er even bij pakken. Ik ga eerst even deze afmaken en dan ga ik die andere. Dit ga je nu nog een keer doorstikken zodat het vast zit. En dan zie je aan de buitenkant, aan de goede kant, alleen maar een zoopje. Nu pak ik even de andere kant erbij zodat je wel door kunt, Monique. Kijk, we hebben hier natuurlijk. Oh. Hier hebben we natuurlijk dat biesje erop gestikt. Hè? Kijk, aan deze kant hebben we die vouw. Deze kant. Ik leg er even een papiertje onder of iets. Kijk, dan zie je het misschien beter. Het is natuurlijk een druk printje. Kijk, we hebben hier dus het biesje op de stof gelegd. En de vouw zit aan deze kant. En hier hebben we die naad. En in deze naad hebben we die veestjes geknipt. Nou, gelukkig maar. Heb je Monique? Snap je? Wat ik bedoel. Dus hier knip je die veetjes uit de rand. En niet uit de. Dus echt aan de rand, aan de kant waar al die naden op elkaar zitten. Daar zitten die veetjes in. Dan ga ik hem nu even doorstikken. Het biesje is dus niet op de rand gestikt, maar in het midden. Nee, hij is in het midden gestikt. Klopt. Klopt. Maar op het moment dat je dit door gaat stikken, dan stik je hem wel weer smal op de kant. Biesje. Dus je stikt hem gewoon met de 1 cm naad, want je arm schat het 1 cm naad en het biesje ook. Dus zo stik je hem aan, op 1 cm. Nou, ik ga die af. Andere kant er even onder jagen. Je kan het ook kort knippen, inderdaad. Maar op zich heb ik zoiets van, ik vind dit ook niet heel erg. Kijk, als je het kort knipt, dan heb je natuurlijk, als je hem doorstikt, was misschien wel minder naad. Maar in dit geval, ja, ik vind het niet storend. Ik vind het persoonlijk altijd wel fijn dat ze allemaal ongeveer dezelfde lengte hebben.
dezelfde, zeg maar, dikte. Dus overal evenveel stof tussen. Maar je hebt dus ontzettend veel verschillende soorten biesjes. En verschillende technieken, hè? Niet te vergeten. Dus dit is gewoon één van de technieken. Misschien zeg je wel van, nou, wat die meid allemaal aan het doen is. Laat maar zitten. Ik bies het wel gewoon even af. Dat kan ook. Op een andere manier. Ik ga het je zo laten doen. Wat ik nu, laten zien wat ik nu aan het doen ben. Dan een beetje focus aan gepaard hier, want af en toe dan oh jeetje. Af en toe lijkt het hier alsof ik hier stik met een fles wijn achter me kiezen. Zo stik ik dan. Voor de straks zal het niet doen, ga je scheef stikken. Ja, dat klopt. Ook zonder wijn. Ik ga weer even schakelen. Ik heb hem nu net doorgestikt. Kijk, en het valt eigenlijk niet tegen. Laat ook wel gelijk een mooi stukje zien. Zie je dat? Aan deze kant heb je dan netjes twee stiksels. En aan de andere kant heb ik heel mooi een naadje. Oh, dat zien jullie dan niet. Het naadje. Zo. Je ziet het zo. Je ziet het goed. Dat is één kant. En dan gaan we nu gewoon de andere kant doen. Oh, sorry, ik moet even schakelen. Oh. Ik vind dit zelf eerlijk gezegd wel een hele fijne manier van afwerken. Maar het is misschien ook omdat ik een ontzettend fijn stofje aan het gebruiken ben. Dat scheelt ook al natuurlijk heel erg veel. Ja, klopt Claudia. Dit laatste stukje, als het goed is, als je nauwkeurig hebt gewerkt op 1 centimeter door. Ja, zeg 0,9. Dus die smal op de kant kun je dan doorstikken. En je kan ook zeggen, ik wil het helemaal exact doen. Vaak is je bovendraad net iets mooier dan de onderdraad van je machine. Dus stel je zegt, ik wil eigenlijk naar de bovenkant kijken terwijl ik doorstik. Dan kun je natuurlijk ook voor kiezen om het nog even te rijgen. Kijk, nu ben ik met die knipjes bezig in de naad. Je ziet dus alle naad ligt aan één kant. Heel moeilijk volgt. Nou ja, oké. Okay. Ja. Ik pak een strijkbout. Ik moet even uitzoomen. Kijk, we zien nu heel veel meer. Kijk, en dan ga ik weer even zo een beetje het foutje doen. Dan ga ik kijken, oké, okay, zitten naden allemaal nog een beetje fatsoenlijk onder, of zie ik ergens dat de naad er juist onderuit komt geschoten. Dan knip ik dat natuurlijk nu een beetje bij. Als je je naad helemaal wil uitdunnen, dan kan dat nu ook. Dan is dit het moment waarop je je naad iets smaller kunt maken. Ja, dan draai ik hem weer om. En dan komen we nu weer op het punt dat hij zo heel mooi doorgestikt kan worden. Hier smal op de kant. Ga je dat goed zien? Naar deze kant. Maar je, sorry, ik draai mijn naad om. Je stikt natuurlijk smal op de kant hier je biesje door. Zodat de naad aan jouw bandje vastgestikt zit. Zo.
Zo, ik heb hem doorgestikt. Kijk even, zijn er nog vragen? Nee. Dan gaan we eens spelen. Kijk. Hij is doorgestikt, smal op de kant. En dan nu is het moment dat we hem netjes om kunnen vouwen. Kijk, hier hebben we het natuurlijk helemaal niet zo netjes gedaan. Dat zien jullie al wel. Goed, als ik dat ding... Als je net als ik het niet zo netjes heb gedaan, kun je natuurlijk een beetje verdoezelen. Kijk, even vind mijn knipje, want die naakt hem toch weer naar binnen geslagen en doorgestikt. Dus nu moet je dat niet gaat zien. Zo, hoppatee. Kijk. Dan kunnen we hem netjes naar binnen slaan. Zo, kijk. Niemand die dat nog gaat zien. Zo, hoppa. Zo. Nou, en dan zetten we hem met een speldje vast. En dan stikken we hem, zoals Claudia zei, volgens mij op 1 centimeter door. Ja. Check. En nu kunnen we hem netjes doorstikken. Ik vind het wel raar, maar we zijn nu eigenlijk al een heel eind. Want de armsgaten hebben we dus afgewerkt. De zijnaden hebben we gedaan. We moeten nu het tunneltje nog maken. En de biesjes en de zoom. Nou ja, maar de biesjes zijn natuurlijk, het is best wel een gepriegelwerk. Omdat het allemaal eigenlijk een goede voorbereiding, in ieder geval de biesjes moeten een goede voorbereiding hebben. En een strijkijzer is er toch wel makkelijk bij. Zorg dan ook dat hij klaar staat, mocht je hem nog niet hebben gepakt. Kan hè, dat je dit natuurlijk tot zover gewoon zonder strijkijzer hebt gedaan. Zo. Nou. Dit biesje is ook helemaal af. Nou, het ziet er top uit. Ik zeg niks meer aan doen. Oh, sorry. Ja. Nou, daar zijn we. Ik zit even te kijken. Het is nu zo'n gewaad natuurlijk. We hebben nu dus die bovenkant. Nee, Hanneke, zo'n biesje kun je eigenlijk altijd doen. Ik zou zo'n biesje juist bij een wat dunnere stof doen. Wanneer je een leuke zomertop gaat maken of een hemdje of iets dergelijks. Of iets van katoen, een dunne viscose. Misschien heb je wel een stofje wat een beetje doorschijnt. Dan is zo'n biesje namelijk wel heel erg mooi. Dat is gewoon een hele mooie afwerking. Omdat je natuurlijk ook de stof zelf gebruikt. Geeft het allemaal net iets extra's. Ja, klopt Monique. Op het moment dat, ook al heeft een stof geen rek, zoals het stofje wat ik nu heb. Als je het schuin van draad knipt, dan heeft het altijd rek. En dit heeft te maken gewoon met de manier waarop het geweven is. Geen rek wil vaak zeggen dat het een keperbinding is of een satijnbinding. In ieder geval maakt het niet uit wat verbinding, zolang er maar geen elastaan in verwerkt is. Maar juist door het schuin van draad te nemen, heeft die stof wel weer speling en rek. Dus dat is wel, het is een heel raar iets eigenlijk. Het klinkt heel raar, maar het is wel zo. Dus juist inderdaad door het biesje schuin van draad te nemen, heb je net even wat meer flexibiliteit. En dan kun je dus ook voor het afbiezen van een topje zonder stretch, kun je heel makkelijk hetzelfde stofje gebruiken door hem gewoon op schuin van draad te knippen.
Wat we nu gaan doen is, we gaan die zoompjes aan de bovenkant maken, het tunneltje. Je kunt ervoor kiezen om eventjes het mooi af te werken. Dus misschien wil je wel even onder de lokmachine halen. Dat kan natuurlijk. Zoals jullie weten, ik werk het niet af. Ik ga eventjes kijken of ik netjes kan overschakelen. En dat jullie ook nog een beetje zien wat ik ongeveer aan het doen ben. Nou, misschien wel een... Even kijken hoe ik het beste kan laten zien. Sorry, het is even puzzelen af en toe nog. Nou, in ieder geval zo. Dan kun je wel iets zien. Het is heel lang. Het was eigenlijk net niet op de camera. Ik kan wel eentje uitzoomen. Oké, twee uitzoomen lukt ook nog wel. We gaan nu natuurlijk gewoon dit naar binnen vouwen en spelden en stikken. Ik heb 2 centimeter gezegd. Ik heb hier 2 centimeter naad aangeknipt. Heb je nou per ongeluk 1 centimeter gedaan? Nou, misschien kun je dan nog een beetje zoomen. Of je tunneltje wat smaller maken. Je kunt natuurlijk ervoor kiezen om eerst eventjes te strijken. Misschien zeg je wel, hoep, ik ga gelijk met 2 centimeter zone inspelden. Ik werk nu heel erg tegen mijn natuur in. Ik weet niet of jullie het zien. Dit is geen hogere wiskunde. Het is natuurlijk gewoon eigenlijk, het voelt een beetje alsof we door de onderrand aan het zoomen zijn. Maar dan zoomen we gewoon de bovenrand. Op 2 centimeter. En dit doe je dus natuurlijk bij het voorpand en het achterpand. Omdat het symmetrisch is, is het wel makkelijk natuurlijk dat je... Dat het niet uitmaakt hoe je deze jurk aantrekt. En hij zit altijd goed. Je kan niet het voor- en het achterpand uit elkaar halen. Soms heb ik dat wel eens. Ik ben altijd blij als ergens een figuurnaad in zit. Want dan weet je tenminste wat de voorkant is. Je slaat de stof naar binnen. Maar het is rond. Geen knipjes nodig. Nee. In principe heb ik geen knipjes nodig hier. Dit is eigenlijk... Het is een beetje rond, maar we kunnen het nog niet rond noemen. Kijk, het armschat, dat was echt rond. Dat had echt een curve. En deze halslijn is licht gebogen. Dus hierbij heb je het niet nodig. Zo. Wat je gaat merken is dat hij bij het hoekje. Oh, doe je het ook met een inslag? Nee, ik doe het niet met een omslag of inslag. Dat is een beetje hetzelfde. Ik sla hem niet om. Dus wil je het afwerken, dan adviseer ik je om dat eerst eventjes te doen voordat je hem omspelt. In principe hebben we hem getekend om hem gewoon om te vouwen. Ik ga hem nu eventjes 1 keer stikken zo. En daarna ga ik de andere doen. Dus mocht je het gemist hebben, dan wees niet getreurd. We gaan zo weer een extra ronde doen. Want we hebben natuurlijk een voorkant en een achterkant. Oh, nu ben ik iets vergeten te pakken. Nu hoop ik maar dat ik het zo kan vinden. Een veiligheidsveld. Want we moeten natuurlijk straks wel dat biesje er weer doorheen gaan krijgen. Thank you.
Dit verdient geen schoonheidsprijs waar ik mee bezig ben. Ik ga het even een strijkje geven. Kijk, het is heel simpel. Omslagen. Oh, dat zie je natuurlijk helemaal niet. Waar is het ding? Oh, zo. Ja, nou, kijk, ik heb het heel simpel omgeslagen. Ik weet niet of je dat goed ziet. Ik wel, maar goed, ik zit er al een neus bovenop. Kijk, die heeft een beetje strijkje. Zo. En nu gaan we natuurlijk die andere kant ook zo spelden. Misschien heb je een heel fijn stofje. En ik weet niet of ik het... ik doe het gewoon even voor, want soms is het nou eenmaal gewoon heel fijn en makkelijk en snel. En we zijn natuurlijk ook een simpel en snel jurk aan het maken. En ik wil even een tip geven... Voor de mensen die net als ik altijd snel resultaat willen hebben. Wanneer je een dun stofje hebt, dan kun je er ook voor kiezen om hem gewoon om te strijken. En als je hem netjes op 2 centimeter omstrijkt, dan hoef je dus eigenlijk geen speldje meer te zetten. Kijk, want hij blijft super goed zitten, zo plat. Nu had ik wel even een grote plank moeten pakken. Zo. Nou kijk, dit is nu ook goed gestreken. Nu kan ik hem er ook onderdoor knallen. Oh. Het werkt natuurlijk wel makkelijker als je die spel erheen gaat halen. Zo. Nou, dat hebben we gedaan. Ik geef hem nog even een strijkje, ook al zat hij in principe zat hij natuurlijk al goed. Want ik had hem net al een strijkje gegeven. Ben je nou echt beginner, heb je nog heel weinig ervaring, dan zou ik altijd beginnen om het gewoon wel eventjes te rijden natuurlijk. Oké. Nou, we hebben het tunneltje gemaakt. We kunnen nu eigenlijk de bandjes gaan maken, maar ik ga er toch even voor kiezen om eerst te zoomen. Wat heb ik hier nou allemaal mee zitten? Oh, er zit nog een speld in van op de stof leggen. Dan ben ik ook een mutsen. In ieder geval, wat ik wilde zeggen is... Ik ga eerst even de onderrand zoomen. Dat is een flinke lap. Maar ik doe dit eerst. Omdat misschien sommigen van jullie... willen helemaal niet zo'n dun tunneltje maken. En die kiezen ervoor om een bandje te gebruiken. Gewoon zo'n kant-en-klaar touwtje of iets dergelijks. Dan is het wel fijn dat je natuurlijk de jurk af hebt. En dat je niet mij door hoort ratelen over bandjes. En dan vervolgens... over 3 kwartier pas ziet hoe ik de zoom ga maken. Ik weet eigenlijk niet wat voor zoompje dit model had. Ik wilde even kijken hoor, want ik heb het zelf in elkaar gestikt. Maar ja, zoals ik al zei, we maken zo'n tijdschrift heel ver van tevoren. Dus ik weet het niet meer. Met een inslagje.
Oh, lekker strijken wordt dit. Nou, hop, strijkijzer warm. Ik had het net een heel mooie buitenste binnen gedaan. Nu doe ik hem weer opnieuw. Binnenste buiten. Nou, dit is een flinke lap die we gaan moeten strijken. Dus ik zit even te denken, hoe gaan we dit doen? Ik heb net weer op een knopje gedrukt. Het is maar goed dat jullie mij niet zien, want dan zien jullie heel die band die hier zo zitten natuurlijk. Nou, ik hoop dat dit een beetje goed doet. Oh. Nee, jullie zien het helemaal niet. Ik zit hier allemaal te spelen met die camera, joh. Ja, zoiets. Kijk. Nou, daar zijn we. We gaan met een inslagje hem zo maken. En nou, in dit geval ga ik hem strijken. Je kan er ook voor kiezen om hem te spelden. En hoeveel centimeter zoom hebben we aangetekend? Ik weet het niet. Ik zeg het niet. Volgens mij 3 of zo. Of 2. Wat je doet is je strijkt hem eerst 1 keer om. Hoe die hoort. En dan nog een keer strijk je in. Nu heb ik ooit heel lang geleden jullie een tip gegeven. En ik weet niet of veel mensen daarmee eens waren. Maar ik ga hem gewoon nog een keer geven. Kijk, je kan kiezen of je doet dit en je vouwt hem nog een keer om. Maar ik heb het al wel eens gezegd. Dit is een heel lang stuk. En dat is heel vermoeiend. Ja, vermoeiend. Oh, 3. Nou, dan doen we op 1,5, 1,5. Ik heb het al een keer gezegd. Ik vind het zelf heel fijn om met een hulpstiksel te werken. En wat wil dat zeggen? Ik ga zo meteen op mijn grootste steeklengte. Bij mij is dat 6. Bij anderen is dat misschien 4 of 5. Maar ik ga in ieder geval, want we hebben net afgesproken. Oh, nou, als je 3 centimeter hebt geknipt, dan stik jij een hulpstiksel op 1,5 centimeter. Heb jij 2 centimeter geknipt, dan stik jij een hulpstiksel op 1 centimeter. Nou, laten we even uitgaan van, nou, ik heb volgens mij 3 ook geknipt. Maar laten we even uitgaan dat het 1 centimeter of 2 centimeter is, sorry. Gewoon voor de makkelijkheid. Ga ik dus nu stikken op 1 centimeter. Dus wat er gaat gebeuren is, waar is mijn pen nou weer? Af en toe ben ik zo geopend. Ja, dat lag hier ergens. Maar ja, waar? En dan denk je dat het hier erg is. Je moet mijn werkelijke kantoor maar eens zien. Oh ja, okay. Ik heb nog een mooie pen. Ja. Ik ga dus hier een hulpstiksel zetten. Oh. Nou, ik neem mijn pen aan gewoon dat het klaar is. Oh. Nou. Zo ga ik, hier ga ik een hulpstiksel zetten op 1 centimeter. Op een grote steeklengte. Ik hoef niet aan of af te hechten. Ik kan hem straks gewoon nog uithalen. Maar doordat ik hier dat stiksel zet, kan ik zo meteen heel makkelijk een scherpe vouw maken. En dat hebben we nodig. Dus dat gaan we doen. Ja, klopt. Rien is viscose. Een heel fijn kwaliteitje is dit. Ik denk ook dat deze hier prachtig is in een mooie katoen. Maar dit doet het ook wel, moet ik zeggen. Dus je gaat nu je hulpstiksel zetten op de helft van jouw aangeknipte naad. Hier zo. Oh. Af en toe, hè.
Zo. Nou, die zit. Kijk, die is afgehecht en al. Dan ga ik weer even schakelen. En neem ik ook even een zippy van mijn drinken. Want ik heb ondertussen ook wel een beetje dorst gekregen. Nu pak ik mijn strijkijzer er weer bij. En wat ik nu ga doen, hoppa. Ik ga dus precies op dat stiksel, want dat gaat nu vele malen makkelijker. Ga ik hem dus omstrijken. Dan doe je helemaal rond. En je zou er zelfs nog voor kunnen kiezen om nog een hulpstiksel te zetten op die 2 centimeter, zodat je nog omvouwt. Maar ik denk zelf dat dit ook zo meteen wel goed moet lukken. Zo'n lange reep is het ook, hè? Zo, heb ik het zo. En ik weet niet of jullie net al zijn begonnen met strijken, maar ik hoop dat jullie dit nu als iets veel makkelijker ervaren. Ik in ieder geval wel. Het voelt alsof het dubbel werk is, maar geloof mij maar, uiteindelijk levert het je tijd op. Want dit gaat natuurlijk vele malen sneller. Zo, nou, ik ben helemaal rond voor 1 keer. Wat ik nu ga doen is, ik pak mijn spel, een bakkie. En oh, dankjewel, Anne. Nou ja, het is een, ik heb een broekpak aan. Nee, ik heb het niet, het is niet uit de knip, dit patroon. Ik heb het zelf gekocht. Ik ben een beetje inkopen aan het doen, want ik wil namelijk wel op vakantie, over een paar weken. En dat is ook de reden waarom de les eigenlijk volgens mij iets vroeger naar eerder is verplaatst. Want normaal hadden we eigenlijk eind juni les en ik heb het idee dat hij nu al best wel kort op deze les komt. Ik durf niet zo goed te zeggen welke datum exact. Iets staat mij bij dat het in de week van 9 juni de volgende les alweer is. En sorry, dat komt door mij. Want ik wil wel even lekker in de zon liggen. Nee, bij een stevigere stof is het wel iets lastiger. Dit trucje. Want een stevige stof vouwt natuurlijk minder makkelijk om. Dit werkt overigens ook bij een tricotstofje. Dan moet je wel echt de naad eruit halen. Kijk, nu kan ik hem in principe laten zitten, want je ziet hem niet. Ik heb het randje netjes omgestreken. Dus je ziet hem eigenlijk zo goed als niet zitten.
op het moment dat je een krikkelstof hebt, dan haal je dus met het stiksel ook de rek eruit. En in dit geval, nu, zit er al geen rek meer in. Dus dat is wel iets waar je even rekening mee moet houden. Nou, Foekje, ik weet het nog niet. Ik ga naartoe waar ze me binnen laten. Nee, we zijn ook lekker aan het neusen. Sowieso met heel deze omstandigheden nu natuurlijk. Kijk, het is heel leuk dat ik op vakantie wil. Niet dat ik een heel boeiende vakantie ga hebben, want ik lig als een zeester aan het strand aangemeerd. En dat is gewoon 2 weken lang. Tenminste, dat is mijn intentie voor mijn vakantie. Dus het is niet dat ik naar een zuipoort of weet ik veel wat moet. Helemaal niet. Maar goed, je wil natuurlijk wel een beetje het vakantiegevoel hebben. En we wachten gewoon de regels af. En op een gegeven moment, als ik echt vakantie heb, en dan boeken we even 3 dagen van tevoren iets. Doen we een sneltestje en dan hopen we natuurlijk dat we negatief zijn. En dan gaan we lekker vertrekken. Maar goed, mijn beste vriendin die gaat naar Rodos. Die heeft al geboekt. Dus misschien dat mijn vriend en ik er wel achteraan vliegen. Heel gezellig wordt dat. Dus ja. Dan liggen er niet 1, 2, maar 4 zeesterren extra in Rodos uit de stad. Maar goed, misschien zeggen we wel van we gaan even naar Spanje, ik weet het dan niet. Mij maakt het ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit, zolang de zon er maar schijnt. En dat er geen laptop mee hoeft. Oh, nou Foekje, ja. Ja. Ik denk ook ik ben een bezig bijtje, hè. Ik kan, als ik eenmaal mezelf voorneem om gewoon heel week lekker op het strand te liggen, ken ik mezelf, dan ben ik natuurlijk ook zo weer beu. Dus waarschijnlijk gaan we natuurlijk wel eventjes een stadje in. Ik ben dus, 2 jaar geleden zijn we ook al naar Rodos geweest. En toen hebben we eigenlijk best wel veel gezien. Het zuiden alleen niet. Want we hadden eigenlijk als doel het zuiden van Rodos te doen met scootertje. En toen verdwaalden we op de berg. En ik zal je de details besparen. Het was feest. Het was heel eng. En heel stijl. En heel veel kleine steentjes. En met scooter, ja, dat ging natuurlijk voor geen meter. Lekker hoor. Oh nou, ik ben overal voor in. Maakt me niet uit. Roep maar waar we naartoe gaan. Dan ga ik mee. Nee ja. Het is natuurlijk ook heerlijk weer vanaf dit weekend, hè. Oh. Nou. Ik denk dat ik dat ik zondag of zaterdag al als een zeester op een balkon lig. Oh, bief. Ja, wel leuke kleren. Ik heb natuurlijk voor een heel weeshuis weer. En nu ben ik weer een jurk aan het maken, joh. Maar tussen al dat dus al wat gekletst heb ik ondertussen wel even heel mijn zoom alweer gespeld. Ja, ja, praten en breien tegelijk. Dus dat gaan we nu eventjes stikken. Oh. Ik zet mezelf er even op de stoel. Ja, Anne, wij altijd, elk jaar. En ik moet zeggen, ik ben helemaal niet zo'n type die daar goed tegen kan, hoor. Ik heb het liefst gewoon... Kijk, als ik op vakantie wil, dan moet ik op vakantie. En dan zit dat in mijn hoofd. Maar goed, mijn vriend, die denkt altijd, oh, dat komt wel. En die wil natuurlijk de beste prijs. En die wil gewoon nergens aan vastzitten. Dus hij heeft zoiets van, oh, we boeken dat een dag van tevoren. Nou, het ergste is dat wij 's avonds om 11 uur hadden besteld. En de volgende dag om 12 uur in Brussel op het vliegveld stonden.
Nou, dat was toch wel kritisch. Het is helemaal niks voor mij. Al die stress en al dat gedoe. Maar goed, hè. We doen het elk jaar maar weer. Dus ook dit jaar zie ik hier geen verandering plaatsvinden. En zal het waarschijnlijk gewoon weer op dezelfde manier als normaal gaan. Veel crisis, snel pakken. En binnen 24 uur ergens anders zijn. Heel gezellig. Nu heb ik dus alles gespeld. Ik heb mijn machine natuurlijk weer op de goede steeklengte gezet. Want net hebben we natuurlijk een heel stuk op standje 6, of in ieder geval een groot standje, gestikt. Dus we gaan eventjes weer terug op. En we zetten hem op een normale stand. En dan gaan we nu gewoon doorstikken. Ik hoop dat jullie zo... Zodat je net zo mooi gaat worden als die van mij. Hoop ik dan. Het komt echt door dat hulpstiksel. Omdat je zo echt een mooie scherpe vouwen maakt. Moet je natuurlijk wel je hulpstiksel recht zetten. Ja, en ik las dus net... Oh, sorry, ik was helemaal vergeten. Ik wou nog even tetteren. Ik las dus net... Mijn schoonmoeder stuurde een artikel door. Dat als jij al... Onder een bepaalde leeftijd. Volgens mij onder de 60. En je zou dan nu ongeveer je eerste vaccin moeten krijgen. Dat je dus normaal, volgens mij... Tenminste, bij mij was het zo. Dan plannen ze je in. En dan krijg je... Hoeveel was het? 5 weken later of zo krijg je een tweede vaccin. Maar nu zou je dus in verband met vakantie, zou je dus je tweede vaccin ook al eerder kunnen krijgen. Blijkbaar. Dus ik ben benieuwd of dat ook zo is. Dus dat is een goed teken. Nou, het zoompje zit erin. Oh, het is een pareltje geworden. Ik ga even opscheppen. Kijk hier. Het ziet er strak uit. Oké, dit is natuurlijk even het aan- en afhechten. Maar dat gaan we gewoon even afknippen. Als je een schaartje kan vinden. Kijk. Zo. Kijk, het ziet er helemaal netjes uit. Zo. Even een strijkje. En nu moeten we dan alleen nog even een spaghettibandje doen. Oh. Natuurlijk ook. Ik zit te kijken naar mijn vriendin, maar ik zie alleen maar de
de stok staan. Ik denk dat de rest van de pop nog beneden staat. Maar goed, ik pak wel even. Ik heb hier nog iemand staan van plastic. Zo, hoppatee. Nou, die zoom zit erin. Goed strak. En eigenlijk moeten we nu alleen nog maar dat biesje doen. En natuurlijk even door dat tunneltje heen krijgen. Oh. Oh, nee. Ja, waarom? Ja, weet je wat het is? Ik ben zo'n kneus die. Ik neem natuurlijk ook helemaal geen vakantie of zo, hè? In het hele jaar. En het was natuurlijk september dat ik nog even weg ben geweest. Ja, maar nu. Joh, ik. Ik ben aan vakantie toe, ja! Goeie tip, Chantal. Eventjes terugspoelen en dan komt hij weer goed. Nou, dat bandje, dat gaan we weer even doen. Hoppa, leg hem eventjes weg zo. Ik schrijf het even goed. Ik moet zeggen dat ik dit bandje niet heel recht heb geknipt. En wat we doen is, we gaan hem dus naar binnen vouwen. Naar binnen vouwen en dan dubbel vouwen. Dus. Ik zet hem even zo op. Dat is een tipje wat ik altijd doe. Ja, het is eventjes wennen. Dus je moet eventjes goede coördinatie hebben in je vingers. Met één vinger gelijk ik het. Kijk, en ik heb niet overal. Zie ik heb een beetje scheef geknipt. Maar zolang die uiteindelijk maar wel even breed is. Kijk. Ik pak mijn wijsvinger. Die doe ik in het midden. En dan pak ik met mijn duim en mijn middelvinger. Maak ik de vouw. Ja, je moet het even oefenen. Maar als je dit eenmaal doet en het werkt, dan is het top. Jullie zitten misschien te kijken. Ja, nou Marianne, ik denk zelfs dat hij heel mooi is in een gewone katoen. Ja, ik zou wel een lichtere kwaliteit pakken, dus meer een poplinstofje. Maar zeker, heel mooi. Ook, hij is natuurlijk super luchtig en dat is al helemaal top. En wat het fijne natuurlijk aan de katoen is, dat je, ja, het draagt natuurlijk ook super lekker. Maar het is heel warm hoor. Ik moet af en toe even kijken voor de warmte. Dat is niet slim. Ja, klopt. Je hebt ook van die BA-bandapparaatjes. Ik kan hem hier even niet zien. Zo, 1, 2, 3. Maar als je nu door een BA-bandapparaatje haalt, dan ben je helemaal zo klaar. Dat zien we al het eerste deel. Ik kan het begin nog even doen. Zo, doe ik dit weer even anders. Misschien touw en vastknopen op mij. Hoe zeg je dat? Misschien riem aan vast te knopen. Nou, ik weet het niet. In ieder geval. Lekker improvisatie. Zo, nou dat is één. Dan. Was het deze? Ja. Wat je dan doet bij het uiteinde. Het voelt een beetje tegenstrijdig. Maar je gaat hem dan zo omklappen dat er, zeg maar, de uiteindelijk de goede, goed gestreken kant
dit, dat hij even zo dubbel geplakt wordt. En dat doe je dan aan het uiteinde, dan ga je dit even zo mooi stikken. Ik weet niet of jullie dat zien. Zo, ik doe het de andere kant ook laten zien. Dus je hebt je uiteinde, je vouwt de goede kanten op elkaar. En dan ga je hem eventjes zo stikken. Nou. Ik heb deze niet schuin van draad geknipt. Omdat ik dan... het is in principe niet nodig. Want dit bandje hoeft niet geen rek te hebben. En daarnaast is het in dit geval ook niet heel zuinig. Dus ja, je moet best wel wat stof dan natuurlijk verbruiken. Dit is weer zo'n gevalletje trouwens nu, wat we nu gaan krijgen met gaat die ophopen of niet. Dus mocht het niet lukken, pak het papiertje natuurlijk. Oké, het gaat net goed bij mij. Zo, dat is één kant. Je kan dit met stof doen, maar je kan het ook met FBA-band doen, dit. Het is maar net wat je het mooist vindt. Misschien heb je al een heel mooi bandje thuis, wat echt heel leuk staat bij deze jurk. Nou, ik zou zeggen, pak die. Die is natuurlijk al gevouwen en gestreken en gedaan. Des te makkelijker het voor jou is. Je moet het nooit moeilijker maken dan dat het is. Ik zou gewoon kiezen voor het kant-en-klaar natuurlijk. Zo. Dan heb ik dit dus zo gestikt. En wat ik nu ga doen is ik ga hem zo omklappen naar binnen. Dus ik vouw het even zo op om. Kijk, en dan heb je dus een net afgewerkt randje. En dan frummel je dat na toegift, dat stukje... netjes in. Kijk, en nu kun je dus jouw biesje helemaal mooi dicht spelden. Zo. En kun je hem zo meteen smal op de kant gaan doorstikken. Pak even mijn doosje. Oh, ja. En je vouwt dus nu die stofvouw netjes op elkaar. En dan heb jij, voordat je het weet, al één bandje. En dan ga je natuurlijk je andere bandje ga je precies zelf mee doen. Zeg ik het wel goed? Ja, dat zeg ik. Ik zal even een bandje aan de kamer stikken, maar dat hoeft niet. Hou je nou niet van die strikjes, dan kun je ze natuurlijk wel op elkaar vastzetten. Maar dan moet je wel even zorgen dat je zeker weet dat je de juiste afmetingen hebt. Dan moet je hem echt van tussendoor eventjes aantrekken en kijken hoe lang moeten die bandjes zijn. En dan zou je de bandjes op elkaar kunnen stikken en dan dat stukje kun je mooi verbergen in de tunnel. En dan heb je gewoon een plat bandje. Uiteindelijk. Oh. Wat zie je niet? Oh, zo, dit zie je niet. Oh, ja. Je vouwt hem om, maar in principe, er is niet heel veel te zien. Nu.
Ik ben gewoon die vouwtjes op elkaar aan het spelden. Dus kijk, hier heb ik het netjes op elkaar gespeld. Dus ik had gewoon alles door die randen. Ik ga het dus nu smal op de kant, ga je doorstikken. Zo. Stel er even je machine goed in. Kijk even hoe je het makkelijkst smal op de kant kunt stikken. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Soms... Ik vind het altijd lastig zelf om het begin even te bepalen van waar ga ik beginnen. Kijk, nu doet het niet lekker. Ik kom ook tijd genoeg achter. Dus ik ga hem even een zetje meegeven. Yes, nu gaat hij vanzelf. En ik stik dus het biesje nu smal op de kant op elkaar. Je hebt hier ook speciale, heb je nou een BA-band voet, dan kun je die hier natuurlijk perfect voor gebruiken. Ik moet zeggen, dit stofje naait ontzettend lekker. Het glijdt gewoon op de machine vandaan. Nou Maria, dat ga ik je zo nog een keer laten zien. Die vouw ik dus gewoon naar binnen. Dat puntje. Dus die kun je gewoon, wanneer je hem gaat vouwen, naar binnen vouwen. Maak heel eventjes een stiksel af. Ik ga het even laten zien. Ik heb hem nu smal op de kant doorgestikt. Kijk, en soms zitten er nog wat draadjes uit. En die kun je natuurlijk gewoon afknippen. Hier hebben we natuurlijk nu een draadje. Ik heb een randje stitje aan de binnenkant. Ik ga je dus nog een keer even laten zien hoe je dat doet. Zo, we hebben er nog één. We beginnen weer met alles natuurlijk naar binnen te strijken. Andere methode is om hem eerst dubbel te vouwen en dan allebei de kanten naar het midden te strijken. Dus dit is een andere techniek die ik wel eventjes laat zien. We klappen hem eerst dubbel. Sorry, ik ga heel eventjes mezelf iets makkelijker maken. Ik probeer jullie wel alles te laten zien, maar
nu nog een paar weken werken, dus laten we zorgen dat ik niet meer rugklachten van tevoren thuis zit. Ik kan hem ook eerst dubbel vouwen. Zo, helemaal. Zo, en wat je dan doet, is dat je weer naar binnen vouwt op een centimeter. Kijk even zo, weer op een centimeter. En dan kun je dus weer naar binnen strijken. En wanneer je dit helemaal exact hebt geknipt, dit stofje werkt wel lekker, maar het knipt natuurlijk wat lastiger. Maar wanneer je dit exact hebt geknipt, dan zou het dus voor moeten zijn dat die rand hier naar binnen vouwt weer precies op die vouwlijn uitkomt. Even een beetje zo te doen. Het is niet mijn techniek. Als je merkt dat je een idee bent, voelt het een stuk makkelijker. Nu heb je in ieder geval de tweede manier gezien. Ik ga het even weer op mijn manier doen, want anders vind ik het toch te lang duren. En jullie staan te popelen om te zien hoe ik nou dat hoekje doe. Eens even afkoelen. Hop, begin. Als je in ieder geval een techniek onder de knie hebt, en je bent eigenlijk, wat ik nu doe met mijn vingers, is precies hetzelfde als wat die BA-bandvoet natuurlijk doet, hè. Alleen jij, hier krijg je natuurlijk wel warme vingers van. Dus kijk uit met stoom, niet gek. Nou, laatste beetjes.
bij mij in ieder geval. Strijken ook altijd zo'n beetje kippen van me. Maar goed. Het is nu wel even nodig. Kijk. En nu, Maria, we komen eraan. Ik ga het nu uitleggen hoe dat hoekje moet. Ik ga even ook inzoomen hiervoor. Ik weet niet hoe ver ik kan gaan. Als je het nog scherp ziet. Nou, ik denk dat je het nu wel ongeveer scherp ziet. Waar zijn we hier? Dit is mijn hand. Ik moet even kijken. Oeh, ja. Yeah. Even de andere kant. Het ziet er mooi uit. Dit is het hoekje. Wat je doet is... Kijk, we moeten straks natuurlijk dit zo op elkaar gaan spelden. Maar wat je nu doet is... Je klapt hem... Het voelt heel onnatuurlijk. Maar je klapt hem de andere kant op. Dus je legt de goede kanten op elkaar. Zo. Wat je vervolgens doet, is je pakt een speldje. Ik moet een speldje pakken. En ik speld dus zo af. En de richting waarop ik mijn speld nu zet, is ook de richting waarin ik zo meteen ga stikken. Nou, dat doe ik ook even bij de andere kant. Zo. Dan ga ik dat hoekje even stikken. Zo. Één. En nu de andere kant. En nu ga ik dus weer eventjes strijken. Oh, wel drukken, Lot. Ja, nee, ik ga niet goed. Ja, nu wel. En wat we nu gaan, wil ik even laten zien. Dit is het stukje. Ik ga er even inzoomen. Ik moet natuurlijk wel even kijken. Is het scherp? Nee. Dus het moet een beetje scherp genoeg. Ik kan het allemaal niet zien, joh. Ik zit hier zo. Alles is een beetje bij A. Kijk, nu gaan wij stromen. Ik heb nu dit dus zo gestikt. Het hoekje. Ik zal even het andere hoekje ook laten zien. Kijk, die zijn gestikt. En wat ik nu doe, is ik klap het om. Dus die naad... Die vouw ik naar binnen. En dat moet ook, want ik ga natuurlijk die randen nu op elkaar spelden. Dus doordat ik dat nu netjes naar binnen klap, kan ik die randen heel mooi op elkaar spelden. Zo. Tadaa. Dus ga ik even weer mijn speldje pakken. Die naad erin. Dan zet ik mijn proppen die naad erin. Sorry, ik moet echt even wennen dat die camera nu heel ingezoomd is. Dus dan moet ik even altijd kijken waar ik in godsnaam hoe ik wel in beeld kom. Even kijken hoor. Dit zo, hop, één. Nou, kijk, en dan kun je het helemaal zo gaan spelden. Of misschien strijken. Ik ga even kijken hoe makkelijk het strijk gaat. Dus strijk ik die randjes mooi op elkaar. Omdat dit stofje zo makkelijk werkt, hoef ik eigenlijk niet meer te spelden ook. Hè? Ook in dit geval niet. Eigenlijk een veiligheidsspeld. Ik zit alweer een beetje... Ik heb de hele dag een veiligheidsspeld in mijn pakje gehad. Om het allemaal een beetje mooi passend te krijgen. Maar goed, ja, natuurlijk toen ik
straks thuis was, uit mijn pakje gehaald. Want ik dacht, ja, jullie zien toch alleen de bovenkant. Wat maakt het nou uit dat mijn broekje wel los zit? Zo. Kijk. Oh ja, nu doe ik het alleen maar een beetje dicht strijken. Dus nu gebeurt er verder niks speciaals. Ik ben nu weer even bij het uiteinde. Ga ik nog een keertje laten zien. Zo. Dit is het uiteinde. Ik knip even de naad af. Zo. Het is gestikt. Nu ga ik hem omvouwen. Dus ik doe mijn duimen in. Klap het zo netjes naar binnen op dat thee. Kijk. En het is mooi omgevouwen. En nu kan ik de rest van de bies ook dicht strijken. Zo. Kijk, en nu kan ik hem dus weer smal op de kant gaan stikken. Kijk wel altijd eventjes of je naad goed in zit. Desnoods geef je dit nog even met een speldje aan. Ik kijk eventjes. Ja. Hou hem even op elkaar. Oeps, waar zijn jullie? Daar. Hou hem op elkaar, zo. En dan hou de naad binnen. Nou, dan gaan we weer onder de machine. Oh, ja. Yeah. Ja, naar binnen. Stroef gaat, dus kies voor een papiertje. Of ja, ik pak altijd een speld, maar dan kan ook natuurlijk, hè, dat je met de speld in het uiteinde prikt. En dat je hem zo even een paar zetjes geeft, dat hij weer wil. Ben je nieuw, pak dan gewoon een papiertje door. Ben je nieuw, sorry. Heb je nog niet zoveel ervaring met het naaien, kies dan voor een papiertje. Kijk, dit is natuurlijk lekker voor een jas vooruit. Nou, nu gaan we op zoek naar de veiligheidsspeld. Stunt zijn. Oh. Nou, ik heb wel een hele botte beduurnaald. Dus we pakken die maar even. Bij gebrek aan beter. Ja, Riet, dit is weer wat anders. Of Mariet, sorry. Dit is weer net even iets anders. Dus vandaar dat we een keertje hebben gekozen voor deze manier. Even kijken of ik het jullie goed kan laten zien wat ik ga doen.
Het is inmiddels een steeds grotere bende. Waar zijn we? Daar. Oké, moeten we eventjes wennen. Normaal zou ik dit met een veilig... Oh, waar zijn jullie? Oh, daar. Normaal zou ik dit met een veiligheidsspel doen. Bij gebrek aan beter heb ik even een botte naald gepakt. Dus ik hoop dat hij het overleeft. Prik deze er even doorheen. Het gaat natuurlijk niet weg. Maar het gaat wel weg. Hè. Het heeft even wat tijd nodig. Ik er even doorheen. Hop. Nou, weer een mooi knoopje. Nou, ik hoop dat u het houdt. Ja, superleuke jurk. Echt, ik denk dat het ook echt een perfect... Ja, dit is gewoon een topstrandjurk. En ik heb het er straks gezegd, jullie gaan hem vaker tegenkomen, dus ik denk dat het er echt eentje is als je hem nu nog niet hebt gestikt. Oeps, sorry, bij het beeld. Oh ja, dat is een goeie. Ja, maar op zich, ik moet zeggen, ik heb dit professorisch nu bedacht en het werkt eigenlijk heel erg goed. Je moet gewoon zorgen, oh, je moet gewoon zorgen dat het naaldje niet breekt of het draadje niet breekt. Ik rij hem dus eerst helemaal langs de voorkant. Goed aan. Kijk, en dan zie je er alweer uit. Oh. Wordt toch spannend, ik hoor. Ik denk dat ik het te groot stik in één keer heb gedaan. Ja. Toch wel heel eind. Ja, kijk, dat is heel. Zo. Dit is 1. En nu gaan we naar de andere kant doen. We hebben een nieuw stukje draad nodig. Dan pak ik weer de andere. Weer even doorheen. Dan maak ik een knoopje. Oops. Zo. Kijk, en dan gaan we door de andere tunnel heen. Oké, wat ik doe, is ik haal eerst de naald. Ik doe eerst de draad door de naald. Zo. Ik kan wel even kijken of ik hem opnieuw kan doen. Ik doe maar even opnieuw, dan zie je het gelijk. Ik was dan alweer aan het frunniken. En ik was even vergeten dat ik allemaal wat een en ander moet uitleggen af en toe. Oké, ik pak even een nieuw stukje draad. Nou, deze naald heeft een ontzettend... Oh, waar zijn jullie? Hier. En zie ik niet. Heeft een ontzettend botte punt. Dus in dit geval maakt het niks uit. Maar heb jij nou een naald... Oh, ik moet even kijken waar moet ik hier. Heb je nou een naald die wel scherp is aan de punt, dan kun je inderdaad het beste de botte kant, dus de kant... van het oog aan de voorkant doen. Kijk, voor mij is zo bot als een, ja.
krijg je niet eens een gaatje mee in mijn hand geprikt. Zo. Is er doorheen. Waar is dat andere kantje nou? Oh ja, hier, check. Of nee, die kunnen we gewoon aan de kant doen. Kijk, het is ook makkelijk om niet de hele tijd zo'n voorbeeld te hebben. Ik geef hem wel even extra hulp als je erin moet ingeschoven moet worden aan het begin. Daarna kun je natuurlijk gewoon af en toe tussendoor eventjes wel de ruimte verdelen. En probeer dan wel alleen aan het pand trekken, aan het voorpand of achterpand, en zorg niet dat je aan het beentje trekt. Dus ik begeleid hem echt zelfs onder het stiksel nog, onder het stiksel, zodat ik zeker weet dat ik niet aan het touwtje trek, of mijn lusje dat er doorheen gaat. Sorry. Weet ik niet of waar de camera is. Ja, Chantal, dat kan. Dan zou ik wel het bandje ook even vastspelden van tevoren. Zodat je zeker weet dat je niet het bandje vaststikt. Het zou toch wel heel jammer zijn dat je uiteindelijk je bandje vaststikt. Nou, hij is er doorheen nog. Helemaal top. Oh, hij is af. Kijk nou, dit was weer een gouden ouwe. Het is 21:50. We hebben het wel eens anders meegemaakt. Ik zoek even iets waarop ik dus pop. Nou ja, ik weet het niet zo goed. Ik moet even kijken hoe ik het jullie ga laten zien hoor. Met je pop. Ja, ik zet die wel gewoon even op tafel. Weet je wat ik doe? Ik kan ook gewoon even de camera maar doen. Na 3 seconden. Jullie zien dat toch niet trouwens. Dus ik kan gewoon doen en laten wat ik wil. En jullie zien het toch niet. Even kijken. Wat jullie dan zien. Oh kijk, mijn hele vriendin op tafel. Ja, kijk. Hier is ze dan. De assistent van de show. Kijk, het is nu natuurlijk even, nu moeten we dat bandje even aan. Of dat jurkje even aan natuurlijk. Maar goed. Kijk, het ziet nu echt gigantisch groot, ziet er nu uit. Maar, wat we nu gaan doen, ik doe alvast een knoopje links en een knoopje rechts. Omdat het gewoon net even wat makkelijker aangaat dan. Nou, volgens mij heb ik hier gewoon echt een beestje of zo. Oor een beetje tippig. Oh. Kijk. Zo, dit is 1. Dan gaan we natuurlijk zo. En wat we nu doen. Ik moet even kijken hoe ik dit aan jullie duidelijk ga laten zien. Hè? Ik doe eerst even de achterkant. Goed. En, want dan kan ik de voorkant veel makkelijker laten zien. Oh, het zit. Ja, het gaat mooi worden. Kijk, nu, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Dit is voor hele andere plekken. Wat je doet is. 3 seconden, pak even plakband. Oh ja, ben er bijna.
Oh. Oké. Ik pak even de plakband, hè, want deze pop is zo glibberig als ik weet niet wat. Nu blijft hij plakken. Wat je doet is... Nu kan ik hem ook loshalen. Je hebt hier die tunnel, dus je gaat hem even aanrijgen. Zien jullie dat? Ik rij hem aan. Ik kan de uiteindes pakken en rij hem naar elkaar toe. Oh, ik ga mijn pakbandje los. Het ziet er heel klungelig uit. Maar er gebeurt er wel iets. Zo. Kijk, die zit nog vast. Die moet ik alleen even op links. Dat was 1. Ik zie helemaal niet hoe die nu zit. Kijk, en dit is 2. En voor de mensen die dachten, oh wat is het een grote jurk. Je ziet wel, doordat hij zo mooi opgerimpeld is, valt het echt reuze mee. Oh, ja, Chantal, ja. Dat zal wel, ja. Nee, je kunt hem dragen zoals je wilt. Hè. Het maakt allemaal niet uit. Oh, maar kijk. Ja, en je moet zeggen, dit is een maatje M die ik heb gemaakt, hè. Want mama zei, maak hem maar een M. Misschien vind ik hem wel leuk. Toen dacht ik, nou, vooruit anders. Omdat je het hier allemaal zo netjes hebt opgeruimd. En de achterkant zit dus ook gewoon netjes. Ja, eigenlijk natuurlijk precies hetzelfde. Dus ja, kijk mijn vriendin. Ja, en wil je dan iets accentueren? Dan kan ik ook nog wel even pakken. Moet ik even zoeken wat ik hier heb liggen. 3 seconden. Het is spannend wat ik in de aanbieding heb hier. Oké, ik heb nog wel een reepje. Ik vind gewoon een stukje stof. Maar, kijk, wil je nou een beetje tailleren? En dat doe ik echt... Gewoon voor de mensen die denken, wat een grote jurk. En die misschien nog twijfelden en dachten, ik wil even het einde zien. Want dan weet ik hoe die valt en hoe die eruit komt te zien. Kijk, dit is natuurlijk een kort stukje. Maar kijk, wanneer je dit gewoon een bandje erop doet. Kijk nou, hoe leuk! En dan kun je hem natuurlijk maken zoals je wil. Kijk, deze is natuurlijk vrij lang. Maar je kan hem ook gewoon tot boven de knie maken of weet ik veel wat. Dus ja, en het ziet er hartstikke leuk uit. En nou, het is helemaal niet gek hoe dat hij even geaccentueerd wordt daar. Dus ja. Dus ik hoop dat, mocht je nog niet overtuigd zijn voor deze jurk, dat je dat nu wel bent. Ik probeer eventjes hier alles een beetje fatsoenlijk te maken. Dus mocht je nog niet overtuigd zijn, hoop ik dat je dat nu wel bent. En zijn er nog vragen? Even de spiegel op rechts natuurlijk. Ja, nou is het al. En moet je nagaan, ik heb nog allemaal lopen beppen tussendoor, hè? Maar als je dat zelf thuis doet en je kunt lekker door en je hoeft niet op mij te wachten of op wie dan ook, nou dan doe je dit zo. En het is helemaal, qua techniekjes valt het allemaal reuze mee natuurlijk. Ja, het is een toppertje. En dit is zo makkelijk. Het is echt een lekkere, simpel en snel jurk. Dus voor de dames die natuurlijk... Het is zaterdag lekker weer. Dus misschien heb je nog tijd, ga je hem nog maken. Dan kun je hem zaterdag natuurlijk showen. En zoals ik al zei, volgens mij is er binnenkort, snel in ieder geval, weer een nieuwe les. Dus hou vooral Facebook in de gaten. De les gaat in ieder geval niet tussen 12 juni en 28 juni zijn. Want dan lig ik als een zeestem natuurlijk ergens op het strand aangewaaid, hopelijk in de zon. Dus ja, dan weten jullie dat. Dus daarvoor denk ik als het goed is. Maar we houden jullie helemaal de hoogte. Oh nou, Vivian, superleuk dat je erbij was. En ik hoop dat je er, als je nog veel meer wil kijken. Er staan nog 33 andere lessen natuurlijk op YouTube.
En we zijn er één keer in de maand ongeveer om en nabij. Misschien dat we een zomerstop houden. Maar dan zijn we gewoon live. Dus heb je vragen, dan kun je natuurlijk gewoon reageren. En dan geef ik of een van die andere gezellige mensen in de chat ja, zo snel mogelijk een antwoord. Even kijken, ik zie een vraag. Kan je op het uiteinde van de hals vast stikken, zodat je hem alleen maar hoeft te knopen? Ja! Wat je dus ook kunt doen, of zodat je hem niet hoeft te knopen. Uiteinde van de hals vaststikken. Ja, klopt. Je kan dus, stel je vindt het vervelend de hele tijd, dit allemaal doorhalen en weet ik veel wat. Dan kun je hem het beste inderdaad een stiksel geven. En nu je dit zegt, goeie. Volgens mij staat het ook gewoon beschreven, maar heb ik dat helemaal weer niet bekeken. Ja hoor, stap 14. Ja, klopt. Je kunt hem nog even een stikseltje geven hier. Je hebt natuurlijk hier dat stiksel toch al van die bies, dus dan kun je hem even doorstikken, zodat hij netjes op dezelfde plek blijft. Maar ja, als je bijvoorbeeld voor Chantal de Vriend bijvoorbeeld hem op een andere manier wilt dragen, zo in het weekend na 11 uur 's avonds, dan is dat stiksel niet handig, want dan kun je hem niet meer verstellen. Dus dat wou ik nog wel even zeggen. Nou, leuk dat jullie er allemaal waren. Weet je wat er de volgende les wordt gemaakt? Ja, dat weet ik. En dat is ook een heel leuk iets. Jullie hebben nog geen nieuwe knip binnen. Nee. Het is een simpel en snel van de volgende maand. Dat kan ik wel vertellen natuurlijk. Sneak peek, spoiler alert. Dus ja, dat is hem. Het is wel een jurk, maar het is ook weer zo'n... Ja, het is een heerlijk ding. En het is wel leuk, want... hij heeft dus een belegje hiervoor. Hij heeft een speciale vouw. Hij valt mooi. Aangeknipt mouwtje. Het is een leuke. Ja, kijk Maria kaftanjurk. Misschien staat hij er al lang in. Ik weet het niet. Maar inderdaad. Up-to-date is ze. Dus ja. Het is wel een heel leuk jurk. Ik heb hem ook aangehad laatst. En hij was ook top. En volgens mij heb ik hem nog in een mate grote aangehad. En het was ook helemaal prima. En ik wil wel even zeggen, zo'n kaftanjurk kun je natuurlijk van een hele soepele stof maken. Je kan hem van een viscose maken. Je kan hem ook heel mooi van een linnen stof maken. Dus kijk gewoon wat je nog in huis hebt. En nou ja, misschien heb je nog wel eens heel leuks. En anders kun je gewoon naar een stoffenwinkel. Nu in ieder geval kun je naar een stoffenwinkel. En dan kun je gewoon kijken wat je mooi stofje vindt. En die kun je voor een kaftan gebruiken. Dus ja. Nou, ik ga jullie met rust laten. Ik ga zelf ook lekker naar huis karren. Ik wil jullie bedanken dat jullie er allemaal waren. En ik hoop ook voor de mensen die vandaag voor de eerste keer waren, dat ze gewoon zelf de volgende keer er weer bij zijn. Nogmaals, wil jullie leuke filmpjes volgen op ons YouTube kanaal, dan moet je je even abonneren. Dan krijg je gewoon een pop-up en dan kun je allemaal leuke inspiratiefilmpjes krijgen van of hoe je iets maakt, of hoe je iets juist leuker maakt. Dus een beetje je kleding oppimpt. Dat wou ik even zeggen. Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien over een paar weken. Het gaat geen maand meer duren, dus het komt allemaal goed. Nou, nu ga ik echt stoppen, want ik zie ook geen vragen meer binnenkomen en ik praat maar door. Dus heel veel succes en de foto's kunnen jullie posten op die Facebook natuurlijk, hè. Tot de volgende keer. Doei! Oh, moet ik even wel uitzetten natuurlijk. Ja, doei! Mm.